Het werd een donkere dag voor Europa genoemd. Maar inmiddels leidt Oekraïne al 2 jaar onder de inval en het geweld van de Russische agressor. De oorlog, een kleine 3 uur hier vandaan, zet het wereldtoneel op scherp. Ja, Robert, op welke manier is die wereldorde de afgelopen 2 jaar veranderd eigenlijk? Je ziet meer blokvorming. China gedoogt Poetin en de andere landen sluiten aan. Indonesië, India, Mexico, Brazilië, you name it. De Global South. Tegelijkertijd, dat is de andere kant van de medaille, wordt Europa assertiever. Misschien nog niet meteen slagvaardiger, maar wel assertiever. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat men ook harder is ten aanzien van, niet alleen ten aanzien van Poetin, maar ook ten aanzien van China. En dat Europa ook een aanpassingsvermogen toont. Kijk, er was angst voor een nucleaire escalatie. En ook angst om Oekraïne te verspelen. Want dan zou Poetin een ander land binnenvallen. Nou, daartussen moddert af en toe Europa met wapens, met meer geld en met sancties. Mm-hmm. Maar het gebeurt wel. Hè, er is onlangs 50 miljard uitgetrokken om de Oekraïnse overheid te steunen voor de komende jaren. Dus het aanpassingsvermogen van de Europese Unie is er. Zou je zeggen dat het meer eensgezind is geworden? Het is crisismanagement, het is risicomanagement onder druk. En dat heeft Europa eerder getoond in de eurocrisis, in de migratiecrisis, mm-hmm. in de coronacrisis. De NAVO heeft het eerder getoond onder grote druk in Bosnië. Na 4 jaar gemodder werd er toch doorgepakt. Mm. En ook in Kosovo. Dus Europa vindt zichzelf altijd uit op het slagveld, niet achter de tekentafel, onder grote druk in crisistijd. Dat is wat je nu ziet. Ja, nu gaat Mark Rutte misschien wel een pole position, zoals jij dat zegt. Om de nieuwe baas van de NAVO te worden. Is dat goed nieuws voor Oekraïne? Ik denk het wel. Rutte is een oliemannetje in de EU gebleken. Mm-hmm. Een voorhoedenspeler als het gaat om de steun aan Oekraïne. En wel een harde operator. En gisteren werd zijn naam genoemd openlijk voor het eerst door de Amerikanen. Ja. En daarna volgden de Britten, de Fransen en de Duitsers. Ja. Toen kwam er ineens een Romeins konijn uit de hoge hoed. Ja. Johannes, de president die ook nog ambities heeft om... Klaus Johannes, tegenkandidaat van Roemenië. Ja, of die kans maakt is zeer de vraag. Orbán schijnt hem zelfs niet te pruimen. En waarom heeft hij geen kans? Kan je dat even uitleggen? Nou ja, omdat er rond de 20 landen... voor Rutte zijn inmiddels, waaronder Amerika. Maar is het dan een soort van, hoe moeten we dit zien? Is het een toneelstukje wat hier wordt opgevoerd? Nee, ik denk dat een deel van Oost-Europa zegt die geografische balans moet er zijn. Maar de West-Europeanen zeggen, ja, wij gaan niet een balt nu SG-NAVO maken... want jullie zijn veel te trigger-happy onder druk... van Poetin. Maar denk je niet dat hij probeert er wat uit te slepen? Zeker. Dat is natuurlijk altijd... Maar ja, daarvan zijn dat bedoelde ik ook een beetje met dat toneelstukje. Nou ja. Wat zit hier achter? Als hij eigenlijk al kansloos is. Diplomaten vragen zich af, is het niet probeert hij niet op 2 paarden te wedden? Ja. Als hij dit niet binnenhaalt, kan hij dan niet baas van de Europese Raad, Charles Michel, opvolgen worden? En de vraag is of dat met deze actie lukt. Dit wordt uitgelegd in diplomatieke kring als een kamikaze-actie. Je moet toch niet uitsluiten dat er nog tractie komt. Dat er misschien een aantal landen zegt, nou, we willen toch die discussie wel voeren. En dan is het de vraag of de Amerikanen hun poot stijf houden. Zeggen, niks ervan, het moet Rutte worden. In combinatie met Berlijn, Londen en Parijs. Dus het kan in potentie vertraging opleveren. Maar rond de 20 landen, vergeet niet, van de 31, zijn al aan boord voor Rutte. En dat is wat telt. Ja, gisteren zat Han Bouwmeester bij Nieuwsuur, als ik het goed heb. Hij heeft het daar ook... Han Bouwmeester. Ja. Sorry, nee, ik bedoel Robert, Robert Koenders bedoel ik. Die zat gisteren bij Nieuwsuur. Hij had het over een kanteljaar in 2024. Hij verwijst daarmee naar de hele verkiezingen die dit jaar over de hele wereld gaan spelen. Onder andere VS. Je bedoelt Bert Koenders van de AIV... Ja, Bert Koenders inderdaad. Ja, ik heb het hier verkeerd staan, maar het is Bert Koenders inderdaad. Ja, nou ja, je moet altijd uitkijken voor grote woorden. Wat ik net zei, het doormodderen. Dat is eigenlijk de enige optie die Europa heeft. Er komen inderdaad verkiezingen aan. Europees parlement, in diverse landen misschien een rechtse beweging. Maar gaat Trump ook de NAVO slopen? Dat is maar zeer de vraag. Daar kunnen we misschien straks over doorpraten. Zeker. Trump wil niet van de NAVO af. Hij wil dat iedereen gaat betalen. En daar heeft Trump over zijn punt, vind ik. Geen free riders meer in de NAVO.